Goedemorgen gemeente en gasten, u die hier aanwezig bent of u die thuis meeluistert, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee H.M. Mulder. De schriftlezing is uit Job 4, vers 1 tot en met 6 en Job 8, vers 1 tot en met 10 en Job 11, vers 1 tot en met 12. En het thema van de verkondiging luidt, lijden proberen te verklaren. Dan is er nog een huwelijksafkondiging. Woensdag 30 augustus hopen Floris Jan Diepeveen, Lis Dodde 6 in Veenendaal, wijk 4. En Petra den Hartog, meester A. Datelaan 44, te Kersteren, wijk 8, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 2 uur, 's middags in de hervormde kerk aan de Ooisestraat 1 in Echteld. Dominee F.W. van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Het toekomstige adres van Floris Jan en Petra wordt Lis Dodde 6 in Veenendaal, wijk 4. De fysieke collecte in de dienst is bestemd voor Pniel Algemeen en ontmoetingsactiviteiten. Uw overige bijdrage is voor de vaste kosten van de kerk en graag bij voorkeur maandelijks overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. Wij gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 33 vers 7, en de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp
En onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan vanmorgen verder met de prekenserie over Job. Job, hij moet ontzettend lijden. Wat een zegen dat je in het lijden mag weten dat zeer groot is onze Heer vol krachten. En ook de Heer betoont zijn welbehagen aan wie? Nou, ook aan degene die, hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. We zingen op Psalm 147, vers 3 en 6.
We luisteren vanmorgen samen naar de 10 geboden en de samenvatting die de Heer Jezus geeft. En vervolgens zingen we uit Psalm 38, vers 1 en vers 9, waar de dichter met zijn lijden tot God komt. Psalm 38, vers 1 en 9. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
In ons gezamenlijke gebed mogen we tot de Heere gaan. We zullen samen bidden voor het bruidspaar van komende week, Floris-Jan Diepeveen en Petra den Hartog. We zullen samen de Heere danken met broeder en zuster Van Dam van de Prins Willem-Alexanderpark 59. Zij mochten 22 augustus gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. We zullen samen ook de Heere danken voor broeder en zuster van de Bovenkamp van de Morgenster 2. Zij hopen 30 augustus 55 jaar getrouwd te zijn. We zullen de Heere danken dat zuster van de Heuvel van de Lijnweberstraat 19 weer thuis mocht komen na een periode van revalidatie. We zullen de Heere danken voor broeder Hans Nap, Veenendaalse Straatweg 27A in de Klomp. Hij is afgelopen week geopereerd aan de tumor in zijn hoofd. De operatie is goed verlopen en hij mag nu herstellen. We zullen samen ook bidden voor broeder Schoeman van de David Tenierslaan 152, omdat hij gestart is met chemokuren vanwege de longkanker. Hij zou eigenlijk gelijk geopereerd worden, maar het kon toch niet. Maar als de chemokuren goed aangeslagen zijn, dan is een operatie mogelijk. We zullen samen ook bidden voor het PNIO-koor, wat komende donderdag weer van start gaat. En het is ook mooi om samen te danken dat dominee Van der Ree 5 jaar geleden bevestigd is als predikant van onze gemeente. Zullen we samen tot God gaan in ons gebed. Heren, u ziet en weet alles. Dat zongen we net. En dat zegt uw woord. En dat is ook nu werkelijkheid. U ziet en weet alles van ons. Zoals we hier zijn. Zoals we op afstand verbonden zijn. U doorgrondt en kent ons. U weet zelfs dieper wie wij zijn dan wij zelf dat weten. En heren, dat geeft aan de ene kant misschien soms een gevoel van angst, van schaamte. Want u ziet ook die slechte kant van ons. U ziet onze zonden, onze gebreken. De fouten die we hebben gemaakt. En vragen u dan ook maar om vergeving. Heren, wij hebben dat nodig. Uw genade. Uw vergeving. Doe het weg, heren. Werp het in de diepte van de zee. En komt u er alstublieft nooit meer op terug. Maar heren, het geeft ook een gevoel van vreugde en dankbaarheid dat u ons kent. Omdat u dan ook precies weet wat we nodig hebben. Omdat we ons niet mooi hoeven te maken. Maar dat we gewoon zo kunnen zijn. En zo komen wij, heren, als gemeente van u, met ook gasten in ons midden, tot de troon van uw genade. Want wij vanmorgen ook die genade van u nodig hebben. Wat we niet kunnen zonder uw barmhartigheid en trouw. Heer, dan zoudt u ons die in rijke mate willen schenken. Wilt u naar uw belofte in ons midden aanwezig zijn en met uw geest werken. Heer, geef dat uw geest ook de ruimte heeft. Bewaar ons ervoor dat wij de geest weerstaan. Maar geef dat de geest de ruimte heeft om te werken. En kneed onze vorm ons zo, opdat wij vrucht dragen. Schenk geloof, heren, daar waar er ongeloof is. Schenk u troost, daar waar verdriet is. Schenk u leven, daar waar het doods is. Werk met uw geest en laat ons zo mogen groeien in de genade en kennis van u, onze Heer Jezus Christus. Machtige Heere, geef ons alstublieft zo een gezegende dienst. Spreek tot ons door uw woord en geest. Zegen wat we zingen, wat we lezen. Zegen de verkondiging van uw woord. Geef dat het helder is, duidelijk. En dat we met ons lijden de weg mogen gaan achter u aan. En weten, Vader, wat u doet is goed. En leert u ons dan het heden dragen met een rustig, kalme moed. Heer, als het gaat over het lijden van Job, dan herkennen we misschien niet in ons eigen leven zo dat heftige lijden. En toch, heren, zijn er ook onder ons die moeite en zorgen hebben. U weet, heren, van lichamelijke pijn, soms chronisch. U weet van de gevolgen van corona, van kanker. U kent onze psychische zorgen. U weet van financiële moeite. U kent ons, heren, jongeren en ouderen, als we soms vastlopen. Als we ons soms tegen moeilijkheden aanlopen, of als mensen ons iets aandoen. Of we zelf de fout ingaan. Heere onze God,
Wees ons nabij als we ons zorgen maken om iemand die te lijden heeft. Bewaart u ons, Heer, bij uw woord. Geef dat we u niet zullen loslaten. Daarom bidden wij u, Heer, ook voor deze wereld waarin veel lijden is. In landen als Pakistan, Afghanistan, Somalië, Korea, Noord-Korea. Heer, u weet precies hoe het ervoor staat. Ontferm u, zegent u dan ook het werk van diaconaat. Zegent u hulpverlening, daar waar het nodig is, Heer. En wees ons zo in alles ook nabij. In onze zorgen, in dat wat ons bezighoudt. Heer, we zijn dankbaar dat Floris Jan Diepeveen en Petra den Hartog van u elkaar hebben mogen ontvangen. En dat ze nu ook hun ja-woord mogen gaan geven. Geef goede voorbereidingen, geef een goede dag en zegent u hun huwelijk. Geef dat ze elkaar uit uw hand mogen ontvangen en dat ze ook van harte samen u willen dienen en achter u aan willen gaan. Op weg naar uw heerlijkheid. Heer, dank u wel dat broeder en zuster Van Dam terug mogen kijken. Op 55 jaar getrouwd zijn. Dank u wel dat u hen door de band van het huwelijk verbonden hebt. En dat ze al zo lang samen mogen optrekken. In lief en leed. En dat ze daarin ook uw hand mogen zien. Geprezen zij uw grote naam daarvoor, heren. Heer, broeder en zuster van de Bovenkamp zijn bijna 55 jaar getrouwd. Wil u er hartelijk voor danken, voor de jaren die u gegeven hebt, voor uw zorg, voor uw liefde, voor uw trouw, ook in de moeilijke perioden die er waren. U bent trouw geweest. En daar willen we u van harte voor eren en loven. Machtige heren, dank u wel. Ik wil ook danken, heren, dat zuster Van der Heuvel thuis mocht komen uit van de revalidatie. Dank u wel dat u het gezegend hebt, dat ze weer thuis mag zijn. Wilt u haar dan ook thuis weer nabij zijn? Haar helpen, rust geven en geef dat ze mag leven uit uw hand. Heer, onze broeder Hans Nap heeft een stevige ingreep ondergaan. U weet, heren, dat dat plaats mocht vinden. We danken u voor uw zegenende hand dat de ingreep is geslaagd. We danken u daarvoor, voor uw bewarende hand. En tegelijkertijd, heren, het herstel moet natuurlijk ook nog plaatsvinden. En dan weet u wat nodig is. Voor Hans, voor Dieneke, voor het gezin. Heren, wilt u dan alles geven wat nodig is? Geef dat Hans rustig kan houden, dat het herstel voorspoedig mag gaan en dat hij weer de oude mag worden. Heren, zo dragen we hem van harte aan u op. Zie naar hen om in uw goedheid en genade. Doe dat ook, heren, bij broeder Schoeman van de David de Nieslaan. Weet, heren, dat er ineens toch chemo nodig was, dat die ook al gestart zijn. We bidden u om uw zegen over die behandelingen. Geef dat het mag aanslaan, zodat een operatie mogelijk is. En wees zo bij hem en zijn vrouw. In het lijden wat ze moeten doormaken. Troost ze en geef kracht. Heer, wil u ook bidden voor het pneokoor. We danken u dat voorbereidingen voor het seizoen nog voor een groot deel gedaan zijn. En dat komende donderdag de eerste repetitieavond weer gepland staat. Geef uw zegen over het seizoen. Geef dat de lofzang gezongen mag worden. Dat u geëerd mag worden. Door onze monden. Heren, wilt u zo het pneokoor ook tot een zegen stellen. Voor de mensen zelf. Voor de mensen die het mogen horen. Geef een goed seizoen, heren. Wil u ook hartelijk danken dat meneer Van der Ree 5 jaar geleden bevestigd werd als predikant van onze gemeente. Dat hij al 5 jaar zijn werk mag doen. Hier, in dit stukje van de wijngaard. We danken u voor de gave die hij gekregen heeft van u, voor de inzet, voor de trouw, voor hoe u hem gebruikt, tot uw eer. Heren, wij prijzen uw naam daarvoor en we bidden u om uw zegen en ook over het vervolg. Geef dat we mogen merken dat u hem zegent en vult met uw geest. En dat hij daar keer op keer ook van mag uitdelen, vanmiddag en nog vele andere manieren. Vanaf de preekstoel, pastoraat, catechese. Heren, wij danken u daarvoor en we bidden u dit alles. Niet omdat wij iets verdienen, heren, maar omdat u onze God bent en wij niet zonder u kunnen. En verheerlijk dan uw naam en help ons om te begrijpen wat uw woord vanmorgen tot ons wil zeggen. Ja, spreek, heren, want uw gemeente hoort om Jezus wil. Amen.
Jongens en meisjes, we gaan vanmorgen verder met Job. Het is een hele tijd geleden dat ik over Job gepreekt heb. En jullie weten vast nog wel wat Job allemaal kwijtgeraakt is. Job die was heel rijk, had heel veel dingen, heel veel spullen. Maar hij is heel veel kwijtgeraakt. Kun je iets noemen wat Job kwijtgeraakt is? Steek je vinger op als je iets weet. Weet je iets wat Job kwijtgeraakt is? Ja, noem eens iets. Zijn huis. In ieder geval het huis waar zijn kinderen in zaten. Die is kapot gegaan, ja. Jij weet ook iets. Zijn kinderen, ja, klopt. Wat is Job nog meer kwijtgeraakt? Er zijn nog veel meer dingen die hij kwijtgeraakt is, hè. Ik zie nog een paar vingers verderop. Ja, jij? Zijn vee, ja, is die ook kwijtgeraakt? Nog iets? Ook zijn dieren, wou je zeggen, hè. En Job is heel veel kwijtgeraakt. 10 kinderen is die kwijtgeraakt. Hij is al zijn dieren kwijtgeraakt. Zijn knecht is die kwijtgeraakt. Zijn gezondheid is die kwijtgeraakt. Hij is ontzettend ziek. En de vorige keer hoorden we dat hij ging roepen tot God. Waarom God? Ik heb het zo zwaar. Daar hebben we de vorige keer over gehoord. En nu wil ik graag een plaatje laten zien. Er is iemand geweest. Die heeft een beeld gemaakt van Job. En je ziet dat hij zijn armen gekruist heeft. Zo voor zijn borst. Alsof hij zich wil verdedigen. Zijn vuisten gebald. Je ziet dat zijn hoofd achterover is, gericht naar God. En je kunt het nu niet zien, maar zijn ogen zijn dicht. En zijn mond is wijd open, als één schreeuw naar God. God, waarom? En weet je waar dit beeld staat? Dit beeld staat bij het Holocaust Museum. En het Holocaust Museum, dat is vanwege de vernietiging van zoveel Joden in de Tweede Wereldoorlog. 6 miljoen. En je kunt je voorstellen, God, waarom heeft u dat nou toegelaten? 6 miljoen Joden. En zoals Job klaagde, zoals Job riep tot God, zo roepen wij ook tot God. Waarom? Waarom is dat nou zo gegaan? Nou, vanmorgen gaan we zien hoe de vrienden van Job erop reageren. Hoe ze gaan proberen te verklaren waarom God dat nou doet. Hoe dat nou precies zit. En het is misschien wat ingewikkeld, maar wel goed om vanmorgen bij stil te staan. Verschillende mensen hebben me ook gevraagd. Ja, dominee, hoe gaat u nu verder met deze serie? Want ja, tot met hoofdstuk 3 konden we best begrijpen. Maar gaat u nou hoofdstuk voor hoofdstuk verder? Misschien vroegen mensen dat ook in de gedachte. Dan wordt het wel heel erg lang. Nee, dat wordt het dus niet. Maar hoe dan wel verder? Elke vriend afzonderlijk? Of, en ik heb eigenlijk voor het laatste gekozen. Of kiezen voor een meer helikopterview, noem ik het maar. Dat we gaan kijken naar die 3 vrienden, wat zeggen ze precies en wat betekent dat nu voor ons? Hoe moeten we met het lijden omgaan? En daarom lezen we over die 3 vrienden, wat ze zeggen. We lezen eerst Job 4, vers 1 tot en met 6, vervolgens Job 8, vers 1 tot en met 10 en daarna Job 11, vers 1 tot en met 12. We komen achter en volgens de eerste 3 vrienden van Job aan het woord. En daarna zingen we uit Psalm 146, vers 3 en ook vers 4. Job heeft geklaagd en dan staat er, toen antwoordde Elifas de Temaniet en zei, als wij een woord tot jou trachten te richten, bezwijk je dan? Echter, wie zou nu zijn woorden kunnen inhouden? Zie, je hebt velen onderwezen en je hebt slappe handen gesterkt. Je woorden hebben degene die struikelde opgericht. En de knikkende knieën heb je sterk gemaakt. Maar nu overkomt het jezelf en je bezwijkt. Het treft je en je wordt door schrik overmand. Is je vrezen van God dan niet je verwachting? De oprechtheid van je wegen je hoop? Tot zover een stukje van Elifas. En Job reageert daar dan vervolgens op. En dan is het de beurt aan Bildad. Hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 10. Toen antwoordde Bildad de Suhiet en zei, hoe lang zul je deze dingen blijven zeggen? En zullen de woorden van je mond een geweldige stormwind zijn? Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Maar als je ernstig God zoekt, en de Almachtige om genade smeekt, als je zuiver en oprecht bent, dan zal hij nu voorzeker ter wille van jou ontwaken
en de woning van je gerechtigheid herstellen. Je begin zal wel klein zijn, maar je einde zal zeer groot worden. Want doe toch navraag bij de vorige generatie. Bereid je voor op een onderzoek naar hun vaderen. Immers, wij zijn van gisteren en weten niets. Want onze dagen op aarde zijn een schaduw. Zullen die je niet onderwijzen, tot je spreken en uit hun hart woorden voortbrengen? Zo voor de woorden van Bildad die we lezen, daar reageert Job vervolgens ook weer op. En dan is het de beurt aan Zofar, hoofdstuk 11. Toen antwoordde Zofar de Naamatiet en zei: moet de veelheid van woorden niet beantwoord worden? En heeft een man die veel praat daarmee ook gelijk? Zou je holle praat mensen tot zwijgen kunnen brengen? En zou jij spotten zonder dat iemand je beschaamd maakt? Want je hebt gezegd: mijn inzicht is zuiver en ik ben rein in uw ogen. Maar och, sprak God zelf maar en opende hij zijn lippen maar tegen je. Maakte hij jou de verborgenheden van de wijsheid maar bekend, want de wijsheid is nog dubbel zo groot. Weet dat God ter wille van jou veel van je ongerechtigheid vergeet. Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Zij is hoger dan de hemel. Wat kun je daar doen? Zij is dieper dan de hel. Wat kun je daarvan weten? Haar rijkwijd is langer dan de aarde en breder dan de zee. Als zij voorbij gaat en iemand laat opsluiten of bij zich roept, wie zal hem daarvan afhouden? Want hij kent de valsaards en hij ziet het onrecht. Zou hij er dan niet op letten? Dan zou een verstandeloos mens verstandig worden en het veulen van een wilde ezel als mens geboren worden. Tot zover.
zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. En ook, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. We zingen na de preek Psalm 73, vers 12 en ook vers 13. Het uitgangspunt voor de preek is dat we gelezen hebben en ook wel het bredere verband. En ik lees dan ter illustratie nog uit hoofdstuk 8, vers 2 tot en met vers 4. Waar Bildad probeert te verklaren. Hij zegt tegen Job, hoe lang zul je deze dingen blijven zeggen? En zullen de woorden van je mond een geweldige stormwind zijn? Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Je proeft in deze woorden dat Bildad probeert te verklaren waarom dat lijden Job nou is overkomen. Een thema voor de preek is lijden proberen te verklaren. Vier punten als structuur voor de preek. We kijken allereerst naar de vier vrienden, vervolgens naar drie gespreksrondes, daarna naar twee valkuilen en als laatste naar die ene uitweg. Vier vrienden, drie gespreksrondes, drie kernpunten, twee valkuilen, één uitweg. Gemeente van Christus, u hier in de kerk en u die op afstand verbonden bent, vanmorgen begin ik met een citaat. Dit is een citaat uit een boek van Tim Keller. Tim Keller heeft verschillende boeken geschreven en ik bedoel op het boek Aan Gods hand door pijn en lijden. Tim Keller weet zelf wat dat is. Hij heeft schildklierkanker gehad. Later kreeg hij alvleesklierkanker en hij is op 19 mei van dit jaar is hij overleden. En op een gegeven moment, toen hij net klaar was of net bezig was met de behandelingen van de schildklierkanker, kwam er een vrouw op hem af. En die vrouw die had zelf borstkanker gehad en die vertelde hoe dat was. En Tim Keller schrijft in zijn boek daarover, ik had tijdens het gesprek een ongemakkelijk gevoel. Ze deed net of we lotgenoten waren. En inderdaad hadden we beide te maken gehad met de diagnose van kwaadaardige celgroei. Maar ik had geen ingrijpende operatie ondergaan die mijn lichaam voorgoed veranderde. En bij mij lagen de kansen op terugkeer heel anders dan bij haar. En terwijl zij haar ervaringen met mij deelde, drong het tot me door dat we niet alleen op een heel verschillende manier hadden moeten lijden, maar ook tot de ideeën en gedachten die ons troost en kracht hadden geboden, totaal verschillend waren. Wat haar hielp, hielp mij totaal niet. Wat mij hielp, hielp haar niet. En in dit citaat merk je iets van het verschil van hoe je lijden kunt ervaren. Je kunt allebei kanker hebben, maar je kunt het compleet anders ervaren. En je kunt ook aan compleet andere dingen steun hebben. Het is soms als twee vliegtuigen die misschien wel dezelfde kant op gaan, maar die op een verschillende hoogte vliegen. Je gaat dezelfde kant op, maar je raakt elkaar niet. Misschien wel herkenbaar als je hier zit. En je hebt iets meegemaakt. Iets heftigs, lijden, ziekte. En dat iemand zegt, ja, dat heb ik nou ook meegemaakt. En dat je datzelfde herkent van Tim Keller. Dat je zegt, ja, je hebt het over hetzelfde ergens. Maar voor mij voelt dat zo anders. Ja, als het al voor mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt, het moeilijk is om op hetzelfde level te komen. Hoe moeilijk is het dan om dat te bereiken als je het zelf helemaal niet mee hebt gemaakt? Als je bij die ander lijden ziet en je probeert daarop in te gaan, hoe ingewikkeld is dat? Hoe makkelijk zijn het dan die twee vliegtuigen die elkaar maar niet raken? En dat ga je merken bij die vier vrienden. Die vrienden, ze zijn gekomen en we mogen allereerst vooral ook heel veel respect voor ze hebben. Ik bedoel, ze zijn echt een eind hebben ze gereisd. Ze zijn naar Job toegekomen en ze hebben de eerste 7 dagen en 7 nachten gezwegen. Ze waren stil. Ze zagen Job daar zitten in zijn ellende. Bedrijf weg, kinderen gestorven, zijn lichaam, zwarte plekken, maden eroverheen kruipend. Ze zagen hem krabben met die potscherf.
Ze hebben gezwegen. Ze hebben het op zich in laten werken. En gezien hoe Job daar zat, in het as, in het vuil. Dit is mijn leven, as, vuil, dat het je weggooit. Niks meer waard. En ze hoorden hoe Job ging klagen. Had ik me nooit geleefd? Was ik me nooit geboren? Ik ervaar onrust. De enige rust die ik zie is de dood. God, waarom gaf u mij het leven, maar verspert u voor mij de levensweg? Veel respect voor die vrienden. Vanaf hoofdstuk 4 gaan ze hun mond open doen. En de eerste die zijn mond open doet is Elifas. En zijn naam betekent, mijn God is goud. Mijn God is kostbaar, waardevol, goud. En dat merk je ook in zijn spreken. Waarschijnlijk is hij de oudste vriend. Hij spreekt als eerste, de meest voorname. Hij wordt ook als vertegenwoordiger gezien van de andere vrienden. En je kunt zijn woorden typeren met twee woorden. Bewogen en kritisch. Je merkt in zijn woorden dat hij bewogen is. Job, dat lijden wat jij hebt, dat raakt mij. Job, dat wat jou overkomt, het doet mij iets. En hij wijst Job op God. En hij wijst Job op hoe God de dingen doet. Tegelijkertijd is hij niet alleen bewogen, maar ook kritisch. Als ik een woord tot jou richt, bezwijk je dan? Dat zijn zijn eerste woorden. Je hebt anderen onderwezen. Je hebt slappe handen sterk gemaakt. Je hebt mensen opgericht, Job. En nu overkomt het jezelf. En je proeft bij Elifas dat hij merkt van, ja maar Job, jij wees anderen op God. Jij troost de anderen met God. Geloof jezelf nog wel in die God? Dat wat je anderen verteld hebt, is dat ook wel wat jij zelf nog gelooft? Ja, en als zijn naam is wie hij is, mijn God is goud, dan vindt hij het ontzettend belangrijk dat je op God vasthoudt. En je proeft misschien onder die bewogenheid en het kritische een angst. Job, je zegt God toch niet vaarwel? Je raakt God toch niet kwijt? En zo zien we de eerste, Elifas, bewogen, kritisch. De volgende, dat is Bildad. En Bildad, zijn naam betekent liefde verwarrend. Aparte naam. Maar je proeft bij hem ook eigenlijk wel dat dat gebeurt. Liefde en waarheid, het verwart elkaar. En je merkt in zijn woorden dat hij wat onervaren is. Hij praat over lijden alsof hij het zelf nog nooit heeft meegemaakt. Alsof hij ook niet echt helemaal bewogen is. Niet zoals Elifas. Hij beschouwt puur rationeel. Hij is onervaren en ook scherp. Hij verwoordt de dingen kort en scherp. Moet je de Job zien zitten. En dan hoor je Bildad zeggen. Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij, God, hun laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Hij zegt als. Maar Job mag het dus zelf invullen. Dit is toch Gods rechtvaardige straf. Onervaren, scherp. Misschien herken je er wel iets van. Iets van Elifas, dat je bang bent. Als mijn zoon God me niet verlaat. Als mijn vriend God me niet kwijtraakt. Of je herkent iets van Bildad. Is een beetje een bedweter. Dat is een jonge kerel die net van de universiteit of het hbo afkomt. En komt op zo'n kantoorafdeling werken met allemaal vijftigers. En die weet precies hoe het zit en die gaat even zeggen, zo moeten we het doen, want dat is veel beter. En dat die vijftigers met hun levenservaring zeggen, ja, je weet nog zo weinig, kom eerst maar gewoon eens even werken. Wil dat. Een bedweter in het geloof. En dan Zofar. Zofar, zijn naam betekent mus. Hij die tjilpt. Zijn betoog is het meest emotioneel. En hij is heel erg defensief. Hij wil heel graag God verdedigen. Moet de veelheid van woorden niet beantwoord worden? En heeft een man die veel praat daarmee ook gelijk? Zou je holle praat mensen tot zwijgen kunnen brengen? En zou jij spotten zonder dat iemand je beschaamd maakt? Hij heeft het gevoel dat hij God moet verdedigen. Job valt God aan en ik ga God verdedigen. Kan toch niet? Wat Job zegt, koste wat het kost. Dat is zijn verlangen. Misschien ook wel herkenbaar. Dat als je iemand wat hoort zeggen, als God dit doet, dan zo'n God hoef ik niet. En dat je dan koste wat het kost, God wil verdedigen.
vol emotie, defensief. Die vierde vriend, Elihu. Zijn naam betekent, mijn God is hij. Hij is de jongste, de meest bescheiden. Hij komt ook pas aan het woord in hoofdstuk 32. En hij kiest zijn woorden zorgvuldig. Hij is bescheiden en evenwichtig. En hij vertelt vooral tegen Job, Job, besef nou, God is veel groter dan jij denkt. God is veel machtiger. Je kunt toch niet God zomaar ter verantwoording roepen? Evenwichtig, bescheiden. En zo zien we die vier vrienden. Drie praten achter elkaar. Die vierde zwijgt nog. En misschien zit er iemand die zegt, ja, wat moeten we hier nu mee? Of misschien vindt u het vooral dom van die vrienden. Waarom doen ze dat nou? Nou, ik denk juist dat in die woorden, in dit boek wat natuurlijk geschreven is in een andere tijd dan de onze, dat je merkt hoe serieus ze Job willen nemen. Job, we horen je en we nemen je woorden serieus, maar we nemen ook God serieus. En we willen echt dat het weer goed komt tussen jou en God. Beleid dan je zonde. Leg het goed. Ze bedoelen het goed. Maar of ze daarbij de goede toon aanslaan, of ze daarbij de goede woorden kiezen, of ze hun gedachten over God kloppen, dat is wat anders. En om dat te zien moeten we naar het volgende punt. Want Job die geeft aan, ik voel me er echt niet mee geholpen. Die vrienden die gaan dus in gesprek met Job. Job heeft geklaagd en dan gaan die drie vrienden om de beurt aan het woord. Dus is bij Elifas, Job reageert. Bildad, Job reageert. En Elihu, nee, Zofar. En Job reageert. En dat gaat drie keer zo achter elkaar. In de eerste gespreksronde, dan merk je dat die vrienden God willen verdedigen. Job is het er niet mee eens. In de tweede gespreksronde herhalen de vrienden wat ze al gezegd hebben. Job, je kan zo niet tegen God spreken. Er moet een straf zijn. En ze vallen Job eigenlijk aan. Job is het er weer niet mee eens. En in de derde gespreksronde merk je dat er eigenlijk geen nieuwe woorden komen, maar dat het feller wordt en korter wordt en steviger. De afstand die er is, die wordt eigenlijk alleen maar groter. Ze komen er niet meer uit. Ik kan me voorstellen dat iemand denkt, oké, ik zie zo in helikopterview een beetje hoe het zit. Maar wat heb ik er nou aan? Want ik worstel met dat kind wat kanker heeft. Dat is mijn vraag. En ik zie een jonge vader van een gezin, zie ik lijden. En ja, mooi hoor dit, al die gesprekken, maar het helpt mij niet verder. Misschien is er ook wel iemand in de kerk die denkt, ja, waarom zo ingewikkeld doen? We mogen ons toch toevertrouwen aan de Heer Jezus. En we snappen het niet hoe het allemaal zit, maar laten we ons toevertrouwen aan Hem. We komen er toch niet uit. Ja, toch. Toch denk ik dat het goed is dat we vanmorgen de tijd nemen om eens even wat beter in te zoomen op niet alleen die drie gespreksrondes, maar ook de drie kernpunten waar het om gaat, waar het omheen draait. En waar gaat het nou over? Er zijn als het ware drie stellingen waar ze mee worstelen. God is goed, God is almachtig en er is onverklaarbaar kwaad. God is goed, God is almachtig en er is onverklaarbaar kwaad. En hoe verhouden die drie zich tot elkaar? Nou, die vrienden die zeggen, God is goed, ja, eens. God is almachtig, zeker, hij heeft alle macht. Maar onverklaarbaar kwaad, nee. Nee. Nee, als je straft, als je iets fout gedaan hebt, krijg je straf. Als je zonde begaan hebt, dan ontstaat er ellende. En ze draaien het ook om. Als er ellende is, dan moet er dus een straf zijn. Voor elk lijden wat er is, is er een verklaring. Het is een loutering. Het is een straf op je zonde. Er moet een reden voor zijn. Maar die vrienden die zitten daarin vast. En misschien komt u die gedachte ook wel eens tegen. Dat je kunt zeggen, ja, er is een fout gemaakt, dus er is lijden. En dan kun je soms gewoon helemaal naar elkaar verbinden, toch? Dus als je je baas oplicht en je hebt vervolgens lijden daarvan, dan is die verbinding er. En dan leid je van, ja, ik heb geen baan meer en
Nou ja, dan kun je het terugverwijzen naar je eigen fout en zonde. Maar dat kun je niet altijd zeggen. Die vrienden, die zeggen, het werkt altijd zo. Ja, wat als je dat altijd doet? Wat als er misschien bij iemand vanmorgen in zijn gedachten binnengeslopen is? Ik ben ziek. En dat komt vast omdat ik toen die zonde gedaan heb. Mijn kind, is dit gebeurd? Dat komt vast omdat ik... En dan ga je het dus omdraaien. Dan verbind je dat dus aan elkaar. Dan ben je als die vrienden van Job in je hoofd. Dan verbind je dat aan elkaar. Maar is dat werkelijk zo? Hey, die gedachte die leeft bij de vrienden van Job, maar die gedachte leeft ook bij de discipelen van Jezus. In Johannes 9 kom je de blindgeborene tegen. En wat voor vraag stellen ze dan? Wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Het is niet de vraag wie er gezondigd heeft, maar deze man die is blind geboren, dus hij heeft gezondigd of zijn ouders hebben gezondigd, want er moet een zonde aan vooraf gegaan zijn. Jezus zegt, nee, dat is niet waar. Die vrienden kunnen dus niet uit de voeten met God is goed, God is almachtig. Ja, het lijden is altijd te verklaren, zeggen ze. En dan Job. Job die zegt, er is onverklaarbaar lijden. Ik snap het niet, ik begrijp het niet, er is geen reden voor. Ik kan niet zeggen, ik ben mijn kinderen kwijt omdat. Onverklaarbaar lijden is er. God is almachtig, ja, God is almachtig, hij is groter dan ik. Maar hij twijfelt aan, is God wel goed dan? Is God wel goed? Is God misschien toch heel selectief? Is God wel echt rechtvaardig? Is hij misschien op maandag genadig en op dinsdag niet meer? Pakt hij mij toch terug voor iets? Als ik mijn zonde beleid, is het toch weg? Maar heeft hij misschien toch teruggepakt? Heeft God dan misschien toch twee gezichten? Ik wil God zien als vader. Maar aan de andere kant zie ik hem als een heilig, almachtig, torend God. Wie is God nou? Job die worstelt met God. Zeg God, wie bent u nou eigenlijk? Bent u nou echt nog barmhartig, goede tieren, trouw, genadig? Of is het op maandag wel en dinsdag niet? Job, hij worstelt. Je kunt toch voorstellen dat je die vraag ook hebt. Denk eens die ouders van de kindermoord te Bethlehem in. Jozef krijgt een droom dat hij naar Egypte moet met het kind Jezus. En dat gebeurt. Maar die andere mensen in Bethlehem krijgen die droom niet. En die zijn er dus nog. En allemaal jonge kinderen worden daar zomaar vermoord. God, in uw goedheid geeft u uw zoon. Wat een genade. U verzorgt ervoor dat hij niet gedood wordt door Herodes. Maar die kinderen dan? Bent u wel goed daarvoor, maar niet goed voor die ouders? Job, hij worstelt. Bent u wel goed, God? En dan is er nog de derde optie. Dat je zegt, God is goed en er is onverklaarbaar kwaad, maar is God wel almachtig? Kan die er wel wat tegen doen? Ja, God die staat naast je. Hij is barmhartig. Hij lijdt mee. Hij wil het eigenlijk ook niet, hoor. Maar hij kan ook niet anders, hè? Hij heeft gewoon de macht niet. Anders had God er wel wat aan gedaan, toch? Nooit een keer zo'n gedachte gehad of iemand zo horen praten? Als God nou echt machtig was geweest, had hij dan je kind niet geholpen? Had hij dan niet dat kunnen redden? Had hij dat niet kunnen voorkomen? Als jouw God goed is, hij heeft toch ook de macht? Is hij niet zo machtig? Is God eigenlijk maar veel kleiner dan je denkt? Hoe zit dat met Jezus die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo merk je in die drie gespreksronden, met die drie kernpunten, dat ze er niet uitkomen. God is goed, God is almachtig en er is onverklaarbaar kwaad. Ze krijgen het niet rond. Wat gaat hier mis? Wat gebeurt hier? En dan wil ik met u naar het volgende punt. Naar valkuilen. En dan licht ik er twee uit. De eerste valkuil die ik bij die vrienden opmeen te merken, is dat ze wat simplistisch denken. Ik zei het net al, die directe relatie tussen straf en
lijden. Je hebt zonde begaan, dus dan krijg je straf. Je hebt een overtreding begaan, dus je gaat lijden. En als je lijden hebt, dan is er dus een overtreding. Als je het zwaar hebt, dan komt dat doordat je iets gedaan hebt, dat er iets gebeurd is. Die vrienden hebben dat als gedachte. En enerzijds snap ik die gedachte wel. Adam en Eva, waarom zijn jullie buiten het paradijs? Waarom zijn jullie in het lijden terechtgekomen? Ja, dat komt omdat wij gezondigd hebben. Volk Israël, waarom moeten jullie 40 jaar door die barre woestijn heen? Ja, dat komt omdat we gezondigd hebben. Volk Israël, waarom zijn jullie in ballingschap weggevoerd? Omdat we gezondigd hebben. Die lijn zie je dus ook in de Bijbel. Er is lijden omdat je gezondigd hebt. Er is lijden omdat je straf verdient. Maar dat kun je niet op alles plakken. En je moet het ook niet omdraaien. En die vrienden die hebben dus dat raster in hun gedachten. Dat die verbinding er altijd is. En dat hebben ze vast in hun hoofd en daar houden ze zich aan vast. En dat plakken ze vervolgens op de situatie van Job. Job, dit is onze gedachte, dit hebben we geleerd. Merkt ook bij Zofar dat ze teruggaan naar de traditie. Denk aan de generaties van vroeger eeuwen, je bent niet de eerste die erover nadenkt. Job, dit is toch wat we geleerd hebben, zo zijn we toch opgevoed. Job, je kent het toch, je hebt er zelf toch ook uitgeleefd. Die vrienden zitten vast in hun gedachten. Ja, als je kinderen gezondigd hebben, Job, hij zegt nog als. Dan heeft God hen laten gaan. Zofar die zegt, Job, beleid alsjeblieft je zonde. Hou het niet voor ons verborgen, wees nog niet zo stug, want er is die verhouding, die is er. Hoe menselijk is dit? Dat als je lijden overkomt, als je als ouders voor je kind wil zorgen, maar het gaat zo moeilijk, dat je dan toch ergens bij jezelf gaat denken, komt het misschien door dat? En dat je daar misschien wel helemaal in vastloopt. En dat je dan voorbeelden ziet, ja, zo is het toch? Is het dan niet bij God ook een soort weegschaal? Ik wil leven in een maatschappij, rijd door rood en je wordt geflitst en je hebt een bekeuring. Overgaat een overtreding, je begaat een overtreding en je krijgt straf. Job zegt, ik kan er niet meer uit de voeten. En ik zou u eigenlijk willen vragen. Heeft u misschien ook zo'n raster in uw gedachten van hoe het zit? Met God. En dat je dan teruggaat. Dat je wat kijkt in je leven, dit is er gebeurd, dus dan zal ik wel dat. En dat je daarmee eigenlijk God op afstand houdt. En dat je God aan het verdedigen bent. Dat je voor je gevoel misschien een heel eerbiedig beeld van God hebt. En voor zijn recht sta, maar dat eigenlijk je gedachten niet kloppen. Dat je een raster hebt van God, een denkbeeld, wat niet klopt, niet waar is. Het kan moeilijk zijn als je opgevoed bent met een bepaald godsbeeld. Als je opgevoed bent met een bepaald beeld van wat er moet gebeuren om tot geloof te komen. Maar wat als je vanmorgen eerlijk moet bedenken dat dat misschien niet klopt? En dat je je in de greep houdt. Job, hij zit daar en heeft mensen tegenover zich die in hun raster de dingen toepassen. En dat raster kan ook op andere manieren zijn natuurlijk. En er zijn ook mensen die zeggen, geloven dat was van vroeger. Toen snapten we de dingen nog niet. Nu snappen we de dingen, want de wetenschap heeft bewezen, alsof de wetenschap nooit tegengesproken wordt. Alsof geloven tegenover de wetenschap staat. Ik denk aan Psalm 73. Hij kijkt om zich heen. Hij zegt, dat klopt bij mij ook niet. Ik ervaar lijden en ellende en dan kijk ik naar dwazen, naar goddelozen. En die leven in vrede. Tot de dood zijn er geen boeien, hun kracht is fris, ze verkeren niet in moeite, niet gekweld door iets. Ze hebben het goed, ze denken niet aan God. En ik heb ellende, en ik wil God dienen. Klopt toch niet? En dan staat er in Psalm 73, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Totdat ik daar, laten we zeggen, de tempel binnenging.
En ik daar iets zie van die altaar, en ik iets ruik van die rook, en ik iets van de lofzang hoor, dat ik iets van hem zie, hoe God gekend wil worden. Dan snap ik het allemaal nog niet. Dan klopt het voor mijn gevoel nog steeds niet als ik naar die mensen kijk. En dan proef ik iets van God. En dan zeg ik in het Nieuwe Testament, dan proef ik iets van de Heer Jezus. En dat bewaart mij voor het raster. Het eerste valkuil is dus te slim, simplistisch denken, dat je dat raster vastpakt. Het volgende is, en dat linkt aan een preek die ik eerder heb gehouden, is dat die vrienden er toch zijn om te troosten en dat ze helemaal niet gevraagd worden om te verklaren. Job die geeft aan, ik mis compassie bij jullie. Ja, ik zie het, jullie zijn bang dat ik God loslaat. Jullie zijn bang dat ik verkeerd over God spreek. Maar jullie verdedigen God op een verkeerde manier. Jullie zijn Gods advocaten, maar dan niet vanuit de waarheid. Het klopt niet. Waarom roepen jullie niet met mij tot God? Die vrienden, die willen verklaren en willen hun raster vasthouden. Maar ze vergeten dat echt troosten is. Meeroepen. Meebidden. En Job die zegt heel duidelijk, als jullie God verdedigen met deze gedachte, dan klopt dat niet. Dan doe je God zelfs oneer. En uiteindelijk zegt God over Job, je hebt goed gesproken. Misschien voor ons ook goed om over na te denken als opvoeders. Ouders, grootouders, docenten. Dat we nadenken over wat we doen. En ja, je kunt soms lastige vragen krijgen. Pap, waarom dit? Waarom gebeurt dat lijden daar? Waarom moest opa dit ondergaan? Snap het niet. Maar dat je dan in plaats van alles maar wil verklaren, dat je je kinderen voorgaat in de weg van Psalm 73, dat je naar Gods heiligdom gaat. Dat je tot God gaat en roept, Heere, we snappen het niet. Dan roepen tot u. Dat je worstelt met God. En ga dan die ene weg. De uitweg. We zagen die vier vrienden, die drie gespreksronden met de drie kernpunten en ook twee valkuilen. We hebben ook een uitweg. En die uitweg is dat God altijd groter en ook altijd genadiger is dan wij. Want ons kloppende systeem van als je iets fout doet, krijg je straf. En als er ellende is, dan is er dus een oorzaak. Hoe ongenadig is dat voor ons allen? Als dat waar is, wat verdient u dan? Als God je straft voor je zonde, wat blijft er dan van u over? Niks toch? Als God geeft aan jou, aan mij, wat wij verdienen, dan is dat de eeuwige ondergang. Dan is dat de hel. Hoe kloppend het systeem ook lijkt, het is zo hard. Ook voor jezelf. Nee, God blijkt in de Bijbel groter te zijn en genadiger dan hier die vrienden denken. En wat zien we gebeuren in dit boek? Dat God Job opzoekt. Dat God niet uitlegt, maar dat God in zijn almacht verschijnt. En dat dus blijkt dat God Job vasthoudt. Dat is de uitweg. Heer, u bent groter en u laat mij niet los. Zo kun je het uithouden. Zo kun je leven. Zo kun je door het lijden heen. En zo kun je sterven. Zo kun je ook tot God komen als je misschien op dit moment te lijden hebt, omdat je wel een zonde in gedachten hebt waardoor het lijden gekomen is. Zo kun je tot God komen. Zoals die verloren zoon, die hongersnood over zich heen kreeg, na alles wat hij verbrast had. Wat een arme sloeber, wat een lijden heeft hij meegemaakt. Maar Jezus vertelt, die vader die stond op de uitkijk, rende naar hem toe en mocht hem in de armen vallen. Als u lijden heeft, iets van lijden weet, de uitweg is, ga naar deze God die groter is en genadiger. Met al je scheuren, je vragen, met je wonden, met je zonden, met alles wat je meemaakt.
Geloven is niet dat je alles kloppend krijgt. Geloven is niet slaafs een raster in je hoofd zetten en dat is het dan. Wat is geloven? Geloven is dat je toevertrouwt aan God. Dat je overgeeft aan Hem, die je niet altijd begrijpt. Ik herinner me nog goed een man, nog een jong gezin, maar de artsen hadden al veel gedaan. Maar ze konden zijn leven niet meer rekken. Hij was ziek. Ik bezocht hem in het ziekenhuis en hij zou gaan sterven. Ja, en dat is best heftig als vader van een jong gezin. En ik zag hem er nog zitten. En we hadden het er zo over. En de waarom-vraag kwam ook naar voren. Hij zegt, zoals ik tegen mijn kind, mijn kinderen zeg, je hoeft niet alles te weten, deze dingen zijn voor papa. Zo doet God dat ook aan mij. Zoals ik wil dat mijn kind mij vertrouwt, ook al leg ik niet alles uit. Zo geloof ik ook dat God de goede Vader in de hemel is. Die niet alles uitlegt, maar die ik wel kan vertrouwen. En zo gaf hij zich over. Begrijpen? Nee, doe ik het niet. Het fijn vinden? Nee. Maar hij gaf zich over aan Abba, Vader. Aan onze Vader die in de hemel is. Dan kijk ik vanmorgen met u omhoog. Naar die God die zo almachtig is, zo goed is. Die we niet altijd begrijpen. Maar dan kijk ik ook met u naar die ene heuvel. Die heuvel daar vlak buiten Jeruzalem. Die heuvel met de naam Golgotha. En dan zie ik daar 3 van die palen staan, 3 kruizen. En die 2 buitenste, daar hangen misdadigers aan. En die erkennen het. Wij hangen hier rechtvaardig. Wij hebben dit lijden omdat wij dat verdiend hebben. Vanwege onze zonde. Maar die middelste, hij hangt daar ook te lijden. Waarom hangt hij daar nou? Ja, voor wie hangt hij daar? En dan vraag ik, Vader, waarom geeft u uw zoon in deze wereld? Waarom moet hij zo lijden? Lichamelijk, psychisch, geestelijk. U laat uw zoon zelfs los daar. Wat bewoog u? Weet je wat hij dan zegt? Hij is om jullie overtredingen verwond. Om jullie ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striem is er voor jullie genezing gekomen. Jullie dwaalden alle als schapen. Jullie keren jullie, ieder naar zijn eigen weg. Maar ik heb de ongerechtigheid van jullie allen op hem doen neerkomen. En doe dan vanmorgen maar als die ene misdadiger die daar hangt naast Jezus. Die Jezus heeft horen bidden, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Dat je denkt, die ene, bij hem moet ik zijn. Wilt u aan mij denken als u in uw koninkrijk gekomen bent? En dan is God zo groot en zo genadig. Dat Jezus zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Jij moet lijden, zelfs vanwege je eigen schuld. Maar ik ben groter dan jij denkt. Ik neem je mee in het paradijs. En ik ben genadiger, want er is ook plaats voor jou. Dat is de uitweg. Dat je die Christus gelooft op zijn woord. Dat is de uitweg. En nee, dan moet u misschien nog best lijden. Dan moet u een fase van dementie door. Dan wil je lichaam niet. Wordt het zwaar. Maar er komt een einde aan. Broeders en zusters, we beseffen toch dat we als pelgrims onderweg zijn. En als je niet bij deze Jezus hoort, dat dan uiteindelijk de weg is. In het eeuwige lijden. Dat wil toch niemand? Val dan deze Jezus te voet. Vind in hem het leven. Niet alle antwoorden, maar het leven. En weet, het beste komt nog. Want de uitweg die gaat naar het volmaakte. Dat je nooit meer hoeft te zeggen, ou mijn rug. Dat je nooit meer hoeft te zeggen, wat een verdriet. Dat je nooit meer hoeft te zeggen, waarom snijdt dat zo door mijn ziel. Nooit meer die donkere gedachten. Hij zal zijn, alles en in alle. Dan bid ik u toe, dat u als Asaf iets van God ziet in zijn heiligdom. Dat u het zo volhoudt. En dat u iets ziet van Christus. Misschien wel als Johannes op Patmos.
Johannes die moet lijden, verbannen. En dan komt de Heer Jezus en die verschijnt in zijn majesteit en heerlijkheid. En Johannes valt als dood op de grond. Hij is zoveel groter dan Johannes. Maar ook zoveel genadiger, want hij legt zijn rechterhand op Johannes. Wees niet bevreesd. Ik heb de sleutels van de dood. En ik ben met u. Al de dagen. Dat is de uitweg. Dat je het met hem uit kan houden. Lijden proberen te verklaren. We zagen 4 vrienden. 3 gespreksronden, 3 kernpunten. 2 valkuilen. En 1 uitweg, tot slot. Om de preek te gaan afronden. Toen ik nadacht over deze 4 vrienden. En in hartelijke verlangen zag dat Job zich zou bekeren. Dat het zou kloppen in hun hoofd. Dat het weer goed zou komen. En ik ook zag hoe ze de verkeerde weg gingen. Dacht ik aan 4 andere vrienden. 4 vrienden die iemand hebben. Een vriend die moet lijden. Hij kan niet lopen. En ze hebben misschien al van alles geprobeerd. Maar er is bij hen een overtuiging gekomen. Wat moeten wij gaan? Wij moeten de weg naar Jezus gaan. En die 4 vrienden dragen zijn bed. Nemen die ene verlamde mee. En als de deur vol, en ze niet door de deur kunnen, als het te vol is, laten ze zich door niets en niemand tegenhouden. Ze klimmen het dak op. Breken het dak open. En laten hun vriend voor de voeten van Jezus zakken. Kijk. Dat is een echte vriend. Dat zijn echte vrienden. En Jezus ziende hun geloof. Zij, uw zonden zijn u vergeven. En zij, sta op en wandel. Laten wij elkaar dan als vrienden aan de voeten van Jezus brengen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. En ik weet, ik moet hier doorheen. Maar ik mag ook weten, en mij hiertoe door u bereid, zult u mij opnemen in uw heerlijkheid. Amen.
zullen we samen in ons gebed tot God gaan. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot U? Want bij U vinden we woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat U, Heer Jezus, de Christus bent, de Zoon van de levende God. We danken U, Heere, dat ook het boek Job in de Bijbel staat. Dat we die hoofdstukken mogen lezen, dat we die gesprekken op ons in mogen laten werken. En dat we zien dat U groter en genadiger bent. En Heere, dan bidden wij U. Houdt U ons alstublieft vast. Als het voor ons soms te moeilijk is om U vast te houden. Blijf ons nabij. Als we grip verliezen in het leven. Help ons, Heere, om onze denkbeelden te corrigeren waar nodig is. Bewaar ons voor verkeerde denkbeelden en vastzittende rasters, opdat we U daarin niet zullen oneer zullen aandoen. Wilt U ons leiden, Heere, door het leven heen? We danken U dat we tot U mogen komen en dat U die goede Vader bent. Abba, Vader, U alleen, U willen wij toebehoren. In vreugde, in dankbaarheid, in grote zegeningen, maar ook in verdriet, lijden en pijn. Vader, dank U wel dat U groter bent en genadiger dan wij. En dat U uw Zoon ervoor over had. Dat U het liefste wat U had gaf. En dat U uw Zoon zo hebt laten lijden. Dat U hem verlaten hebt. En dat U hem ook heeft laten opstaan uit de dood. En dat dat voor ons houvast mag zijn. Dank U wel, Heere. En zorgt U dan ook als een vader voor ons, hoe we hier nu ook zitten. Of we vooral rationeel ernaar geluisterd hebben en zelf heel veel zegeningen in ons leven tellen. Of dat we zelf te maken hebben met lijden en ellende. Heer Jezus Christus, wij willen U danken dat U op aarde uw almacht en genade hebt getoond. Dat U de wereld ook zo lief had, dat U uzelf wilde geven vanwege onze zonden, onze ongerechtigheden. Heer, dat begrijpen we ook niet. Maar we prijzen uw grote naam, dat u het hebt volbracht, dat u leeft en regeert tot in eeuwigheid. Dank u wel dat u alle macht hebt in hemel en op aarde, dat u beloofd hebt dat u er zult zijn, tot aan het uiteinde, tot de laatste dag. Heer, gaat u dan met ons mee. Wees ons nabij op deze zondag, deze week, door ons leven heen. Dank u wel, Heere, voor het perspectief wat er is. Een perspectief zonder lijden, zonder verdriet en ellende. Een perspectief waarin we niet meer vastzitten in onze rasters, maar dat we u mogen zien zoals u bent. Heere God, helpt u ons onderweg daar naartoe. Werk door uw geest en met uw woord in ons. Heere, wij zijn hier bij elkaar. Niet als vier vrienden, maar met veel meer. En net als wat die vier vrienden deden, willen wij ook vanmorgen, en ieder uit ons midden, en ieder in deze wereld, die moet lijden bij u neerleggen. Heren, in het geloof dat bij u de beste plek is, dragen we en ieder aan u op, die moet lijden. Ontferm u. Vergeef zonde. Geef vernieuwing. Geef zegen, geef herstel, maar geef vooral perspectief, het eeuwige leven. Heere, wij vragen u ook, wilt u geven dat niemand van ons, niemand die bij onze gemeente is ingeschreven of nu als gast verbonden is, zo eeuwig zou moeten gaan lijden. Bewaar ons, Heere, en trek degene die u loslaten, het koorden van liefde, als verloren zonen en verloren dochters, met alles wat ons is aangedaan en ons overkomen is, dat we zelf fout hebben gedaan om bij u te komen. Heer onze God, zie zo naar ons om. Dank voor uw genade en voor het perspectief wat u geeft. Geef een goede zondag. Ook de middagdienst, Heere, dragen we aan u op. Geef ook dan een goede dienst. Ga met ons mee, tot uw eer. Om Jezus wil. Amen.
U mag uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. Dan zingen we vervolgens onze slotzang, Psalm 30, vers 4 en 8. Perst eens de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed, tot naar gejammer en geklag. Nou reist des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden, weer stof tot juichen en verblijden. Psalm 30, 4 en 8.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.